De coronacrisis heeft enorme impact op onze samenleving. Het zet ons terug. Het vraagt om geduld, kracht, bezinning en ook creativiteit. We hebben de burgemeesters van onze gemeente en ook inwoners en winkeliers gevraagd hoe ze deze crisis ervaren en hoe ze ermee omgaan. Het coronavirus heeft ook onze regio bereikt en dat heeft een enorme impact op iedereen. Absoluut, dat heeft een enorme impact. Je ziet het ook aan de maatregelen die nu landelijk afgekondigd zijn. Gisterenocht heeft de premier het land toegesproken. En heel nadrukkelijk wordt via het RIVM aan de veiligheidsregio Limburg-Noord, waar de gemeente Bezel ook onderdeel van uitmaakt, een aantal maatregelen aan ons opgelegd, als mede ook zeg maar richtlijnen meegegeven. En die zien er echt op toe dat scholen dichtgaan, dat de horeca zoveel mogelijk gesloten moet zijn. En ook mensen eigenlijk wordt aangeraden om zo min mogelijk sociale contacten op te zoeken. Alleen de noodzakelijke sociale contacten die mogen nog plaatsvinden. Zoals u zelf aangeeft, er zijn richtlijnen vanuit de veiligheidsregio opgelegd in overleg met. Wat kunt u hier specifiek in uw gemeente betekenen voor uw mensen? Ja, nou, voorbeelden van richtlijnen zijn dus dat mensen zoveel mogelijk thuis moeten werken. Daarnaast wordt opgeroepen dat ouderen en mensen in kwetsbare doelgroepen eigenlijk zoveel mogelijk contacten moeten vermijden en thuis moeten blijven. En dat heeft natuurlijk een enorme impact op deze mensen. Het heeft een enorme impact op onze ouderen, op mensen die misschien al andere klachten hebben. En ik denk dat het onze gezamenlijke taak is in de gemeente Bezel om heel erg goed ook op deze mensen te letten. Wat ik in de praktijk zie, en waar we als gemeente dat ook van harte ondersteunen, is dat er op dit moment allerlei initiatieven ontstaan om ook zeg maar, goed op deze mensen te letten. Bijvoorbeeld een Facebookgroep waarin mensen kunnen aangeven op het moment dat ze zeg maar, anderen willen helpen. En andersom ook diezelfde Facebookgroep waarin mensen kunnen aangeven op het moment dat ze hulp nodig hebben. En dat kan heel praktisch zijn, van het doen van de boodschappen tot het uitlaten van het hondje, tot bijvoorbeeld een brief schrijven naar elkaar om toch dit sociale contact te kunnen onderhouden. Nou, dat vind ik, zeg maar, zijn concrete voorbeelden waar we als gemeente ook naar elkaar om kunnen kijken. Een ander mooi voorbeeld wat ik op dit moment zie is dat lokale café Ronkenstein hier een initiatief heeft gestart om een digitale zaterdagmiddagborrel te gaan organiseren. Waarin samen met een aantal andere partijen zeg maar, pakketjes met een borrel en een hapje thuis worden bezorgd als je je daarvoor aanmeldt. En dan vervolgens online er over de verschillende bieren die ze thuis hebben gebracht ja, wat verteld wordt. Dus je hebt gewoon je sociale activiteit, gezellig in de café, kan je nu vanuit thuis uit doen. En dat vind ik het mooie, dat is echt ondernemerschap wat nu ontstaat. En waarin we eigenlijk de lokale kracht zien dat mensen, ondernemers samen toch het dagelijkse leven gewoon door laten gaan, maar op een gewoon wat andere manier. De crisis laat eigenlijk ook creativiteit zien. Heel erg, en daar ben ik ook heel erg trots op, hè, als ik al zie wat daar allemaal voorbij komt. Ja, en ik zou het mooi vinden, en dat zou ik burgers willen oproepen. Doe daaraan mee, ben creatief, meld je aan om de medemens te helpen. Maar we hebben ook een groep, de senioren, en we hebben ook de zorg. En dat is, het woord zegt het eigenlijk al, zorgelijk. Absoluut. Ik denk als iets ontzettend belangrijk op dit moment is dat we met elkaar ruim baan geven aan de mensen die ervoor zorgen dat de zorg kan doordraaien. Maar bijvoorbeeld ook onze hulpverleners zijn een andere tak van sport die ontzettend belangrijk is op dit moment. Zorgelijk is dat je ziet dat er heel veel druk zit, met name op het verlenen van die zorg. Dus ik denk ook dat we als gemeenschap er alles aan moeten doen om die zorg zoveel mogelijk te ontlasten. En mensen die in die zorg werkzaam zijn, op welke manier dan ook te helpen, zodat zij hun vak kunnen uitoefenen. Beste mensen, we staan voor uitdagende tijden. Uitdagende tijden die ons ook onzeker maken. Maar ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat we samen de handen ineens slaan en samen goed naar elkaar omkijken, dat we ons ook door deze moeilijke tijden heen slaan. En dan komen we er ook absoluut sterker uit. U heeft een winkelbedrijf en hier kunnen mensen kopen. Merkt u dat door de crisis waarin we nu toch wel zitten, dat er meer wordt gekocht? Ja, absoluut. Er wordt vanaf vorige donderdag enorm gehamsterd.
En dat is eigenlijk jammer, was niet nodig geweest. En daardoor komen we toch de laatste dagen met een aantal producten in de problemen, zoals toiletpapier. Ik snap niet waarom de mensen toiletpapier hamsteren, maar ze doen het wel. Bijvoorbeeld de aardappelen zijn op. Maar ja, we gaan vanmiddag bij een boer in Kessel letterlijk de aardappelen zelf halen. Op zich hebben we ruim 90% van ons assortiment klopt gewoon. Alleen die dingen die niet kloppen, die proberen we elders te krijgen bij lokale leveranciers. We gaan zelf spullen halen met de bestelbus. En het jammere is, het was niet nodig geweest. Door de extreme drukte, een stuk hoger nog als kerst, kwamen wij in problemen met de voorraad. Nou, gelukkig hebben de jonge mensen die hier werken, onze studenten, die hebben allemaal vrij van school. Dus qua bemensing hebben we geen enkel probleem op dit moment. We moeten gewoon zorgen dat we komende week alles weer goed kunnen reguleren. En we krijgen elke dag verschillende vrachtwagens. En we vullen met z'n allen. We lossen alles samen op. Dus op zich gaat het nog redelijk goed. Nou, zegt u, en dat zegt de minister-president ook, het hamsteren is niet nodig. Nee. En u bent in feite de ervaringsdeskundige. Maar ik kan me voorstellen dat de mensen toch denken, want uiteindelijk kies je voor jezelf. Maar ik ga toch dingetjes kopen, want misschien vertellen ze wel niet de waarheid. Ja, het is een stukje angst bij de mensen. En dat begrijpen wij voorkomen. En we hebben vanaf zondag hebben gereguleerd, dat we gezegd hebben van nou maximaal zoveel producten per klant. Omdat we ook willen zorgen dat in de avonduren voor de mensen die overdag werken ook nog iets beschikbaar is. Nou, dat hebben we redelijk goed kunnen pareren. En ik wil ook de mensen oproepen, hamster nu niet meer. Het is niet nodig. We krijgen elke dag producten. Het kan wel betekenen dat we niet alles in huis hebben. Maar dan eten we vandaag geen jam en eten we pindakaas, even gesproken. Dus mensen hoeven niet bang te zijn. We hebben voor de komende weken en maanden voldoende spullen. Als mensen niet meer hamsteren, dan hebben we ook voor iedereen alles beschikbaar. Dus alsjeblieft, stop ermee. Doe het niet meer. Zelfs gisteren maandag was het extreem druk. Indexen van die over de 100% gaan. Dus ja, heel veel afzet. Dus we moeten nou zorgen, en dat doet onze organisatie natuurlijk ook, dat we voldoende aanvoer krijgen. Het staat allemaal klaar, maar het moet nog bij de winkels komen. Dat is het grote probleem. Maar u heeft ook producten die komen uit Spanje bijvoorbeeld. Ja, het zal dadelijk zo zijn inderdaad dat producten uit het buitenland een minder aanvoer of wellicht geen aanvoer meer hebben. Ja, dan moeten we improviseren, dan hebben we niet meer alles voorradig. Maar ik wil niet zo ver vooruit kijken. Op vandaag klopt het allemaal nog. We hebben nog voldoende citrus, dat ziet u wel. En als het dadelijk zo mocht blijken dat dat stagneert of niet meer komt, ja, dan moeten we andere dingen eten. Het is niet anders. Ja. Het is gewoon de waarheid. Dus. En hoe erg is het als we eens een keer een beetje minder moeten? Het is helemaal niet erg. Nee, nee. En wij verwachten ook als supermarktbranche en iedereen die levensmiddelen zit, die nog open is, dat dadelijk ook weer een teruggang komt van de omzet. We hebben natuurlijk heel veel omzet gepakt de laatste 4-5 dagen. Maar mensen kunnen maar één keer iets eten en niet twee keer. Dus we verwachten ook dat, ik denk vanaf morgen donderdag, alles weer gereguleerd wordt. Dat alles weer normaal zijn gang van zaken heeft. En dat we iedereen goed kunnen bedienen. En als er dan producten op zijn, ja, dan moeten ze iets anders kiezen. Maar wij maken ons op dit moment geen enkele zorg dat wij straks niet meer kunnen verkopen. Meneer, vindt u het nodig om te hamsteren? Nee. Waarom niet? Kijk, hamsteren. Stel ik ga hamsteren, dan zou ik voor een week, twee weken zat hebben. Maar wat, en als het echt serieus wordt, wat gebeurt er dan na twee weken? Dan zit ik helemaal zonder. Dus het is allemaal heel betrekkelijk. Dus ik heb er eigenlijk helemaal niks mee. En zeker geen wc-papier. Ja, dat is een enorme runner. Begrijpt u dat? Ja, nee. Ik denk wc-papier zou bij mij, stel ik zou gaan hamsteren, zou wc-papier het allerlaatste zijn wat ik zou moeten gaan hamsteren. Maar wat zou u dan wel in voorraad nemen? Nou, stel er komt een of ander einde van de wereld nadert. Dan zou ik eigenlijk voor de tijd dat mij nog rest, conserven willen hebben. Ook al is het een beetje tegen mijn natuur in, conserven. En beschuitjes. Dat lijkt me wel een goed idee, maar ik heb er geen zin in. Zeg, maakt u die crisis angstig? Nee. Nee, dat is wel iets wat we allemaal nog nooit hebben meegemaakt. Hè? Maar het biedt ook weer heel erg grote nieuwe kansen. Dat denk ik ook. Maar goed, daar sta ik hoogstwaarschijnlijk helemaal alleen in. En waar denkt u dan aan? Nou, als ik bijvoorbeeld nu zie die slag die men in het onderwijs gaat maken. Hè? En er is een heel groot tekort aan leraren, ook in de toekomst, aan vergrijzing, etc. En nu in één keer maken ze heel erg, met heel veel improvisatie maken ze een slag met digitaal onderwijs thuis.
Dus wie weet is dat eigenlijk wel een hele goede les om gewoon in een andere vorm of in dezelfde vorm weer verder te gaan. Nou, en dat. Ik vind het ook heel prettig dat al die Chinese rotzooi niet meer deze kant op komt. Het scheelt ook een hoop vlieguren. Dat scheelt heel veel CO2 en vlieguren. En het is allemaal rommel. Het is allemaal gewoon heel... het is niks. Dus dat is een hele goede dingetjes. Gaat u hamsteren? Nee, ga ik niet hamsteren. Hoef ik niet hamsteren. We hebben gehoord, dat hoeft niet hamsteren. We moeten ook rekening houden voor die mensen die werken. Moeten ook iets hebben. Niet allemaal in huis hebben en laten liggen. Dat is niet eerlijk voor anderen. Maar u maakt zich dus geen zorgen? Nog niet. Nog niet. Gelukkig, ik heb goed gevoel nog dat ons land kan toch alles goed komen. En u gelooft dat ook? Ja, tuurlijk. Als u God gelooft, God helpt ons allemaal. Deze is tijdelijk. Kan gaat alles over. We hebben zoveel dingen meegemaakt, alles overgegaan. Deze gaat ook over. En ik zeg tegen alle mensen, moet gewoon sterk blijven. Handen schoon wassen. Zichzelf in hygiënisch houden. Komt allemaal goed. Mevrouw, heeft u gehamsterd? Nee. Waarom niet? Ja, omdat de winkels gewoon open zijn. En als we allemaal hamsteren, dan blijft er voor de anderen niks meer over. Hè? En ja, de situatie is wel zo, maar het heeft eigenlijk toch niet veel zin. Zolang de winkels open zijn, je kunt er gewoon boodschappen doen. Als je fit bent, als je ziek bent, is de situatie weer wel anders. Maar als je fit bent, kun je gewoon nog gaan. En heeft het volste vertrouwen in dat, dat de vakken nog goed gevuld blijven? Ja, als het er niet is, dan pak ik wel wat anders. Maar is het erg dat we met wat minder zouden moeten doen? Oh, nee, helemaal niet. En we hebben nog meer dan genoeg. Als we de diepvries leeghalen, dan kunnen we een hele tijd eten. Huh? Maar is het voor u die crisis zorgelijk? Ja, ik vind het niet prettig. Ik vind het echt niet prettig. Maar ja, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En we moeten er allemaal doorheen. En het beste ervan proberen te maken. En opletten, natuurlijk. En wat vindt u het moeilijke daaraan? Ja, het moeilijke. Wat ik het tevreden is, vind dat je niks anders hoort. Je zet de radio aan, je zet de televisie aan. Je krijgt alles 100 keer op een keer. Daar vind ik niks aan, daar word ik niet prettig van. We zien te veel informatie. Ja, vind ik vervelend. Ik vind als je weet wat je moet doen en waar het om gaat. En wat je kunt laten en wat je mag en wat je niet mag. Als je dat weet is het toch voldoende. Dan moet dat 100 keer herhaald worden. In gemeente Leudel spraken we met burgemeester Desiree Schmalschleger. Wat betekent de coronacrisis voor u als burgemeester? Dat mijn dag er heel anders uitziet als vorige week. Dat het heel onwerkelijk aanvoelt ook. Dat we nog harder werken dan normaal en op een hele andere manier. Daar waar ik normaal hier een huis vol met ambtenaren heb, zijn wij nu bijna met 3-4 mensen de enige in een groot kantoor. Dat houdt het in. Dat we... Waar vooral heel veel naar de regelgeving zitten te luisteren. En wat alle experts ervan zeggen. En hoe we daarop moeten handelen. Dat ik, wat ik normaal nooit doe, allerlei reglementen van orde zit door te lezen. Omdat ik een raadsvergadering toch doorgang moet laten gaan als er belangrijke besluitvorming plaatsvindt. We hebben deze raadsvergadering van komende avond afgelast, maar er komt op enig moment een raadsvergadering. En dan kijk je, wat zijn daarin de mogelijkheden in? Zo zijn er tal van vragen waar je normaal nooit mee bezighoudt, ben ik nu mee bezig. En ik weet niet waar ik morgen mee bezig ben. Het voelt een beetje onwerkelijk. Wat betekent deze crisis voor de dienstverlening die u als gemeente verleent? Dat betekent dat we heel creatief moeten zijn. In feite roepen we de burgers ook op om heel creatief te zijn. En wij doen dat ook. De burger mag van ons verwachten dat daar waar mogelijk wij de dienstverlening gewoon door laten gaan. Maar die gaat op een andere manier. Je zult wat vaker moeten bellen. En er zitten meer mensen aan de telefoon. Alle ambtenaren werken thuis. Maar wel hebben allemaal hun telefoon bij zich. Je kunt denken aan Skypen. Al die zaken die normaal onze kinderen heel handig in zijn. Worden wij in sneltreinvaart. Worden wij daar behendig in.
En de laatste actualiteit vanuit de gemeente is ook te volgen op de website. Die zou ik zeker aanraden, ja. Want alles wat het is bijna de verandering van uur tot uur. En dat volgen we nauwlettend. En we volgen het ook echt op, zonder discussie bijna. Want het is echt wel een gebeuren waar je ook werkelijk de discussie wat minder moet hebben en wat meer met elkaar het vertrouwen moet hebben. Dus ook moet vertrouwen op alle adviezen. En die zijn we voortdurend in de gaten aan het houden. En die melden we ook voortdurend via website aan onze burgers. Wat zou u de mensen willen meegeven? Dat het voor iedereen een waanzinnig grote impact heeft. Ook voor ons, ook voor mij als burgemeester. En ik zou ze vooral willen benadrukken, hou je aan de regelgeving. Doe dat echt. En ja, gelukkig heb ik Leudal nu in korte tijd leren kennen. En er is een heel groot gemeenschapsgevoel. En benut die in de zin van dat we voor elkaar zorgen. We hebben een crisis. Ja. Het corona. Zeggen ze, hè? Zeggen ze. Hoe ervaart u dat? Nou, tot nog toe viel het mee. Maar je kan, ja, of laat ik zo zeggen, je hebt het idee dat het dichterbij komt. Ja. En dat we er nog zo niet van af zijn. Die twee dingen die heb ik al overgehouden aan de laatste paar dagen. En ja, wat kun je doen? Voorzichtig zijn. Wij zijn met z'n tweetjes op onze leeftijd, rond 80. Dus nou, uitkijken. Ja. En op welke manier doet u dat? Nou, wij gaan niet meer van huis als nodig is. Alleen voor boodschappen. Voor de rest kun je toch nergens naartoe, want alles is afgelast. Alle activiteiten, hè, ook de activiteiten die ik normaal elke week heb, die zijn afgelast. Dus ja, er is ook geen aanleiding om naar weg te gaan, ergens naartoe. Cafés zijn ook dicht, dus we hadden ook. Dus het is gezellig thuis maken, hè, en de tijd maar uitzitten. Ja. Ja, meneer, zitten we in een crisis? Helemaal niet. De mensen maken dat zelf. We zitten nog helemaal niet in de crisis. Niks. Waarom? Nee, maar leg eens uit. Er is genoeg in de winkel. Daar is alles genoeg. We mogen alleen niet de café in. Of het restaurant. En dat is jammer. En zeker voor de oudere mensen die zich een kop koffie gaan drinken. 'S morgens hier bij de Italiaan. Of, ja, dat gaat niet meer. Maar wij hadden hem net meegenomen. We zijn neer aan de Maas gaan zitten. Thermoskan koffie mee. Een beker mee. Maar dat kan niet iedereen, hè? Nee. Maar als ze er zijn, ze weten me allemaal te wonen. Ik doe vrijwilligerswerk in Nijthuizen. Iedereen kan meegaan met de auto. Maar er zijn mensen die mogen eigenlijk niet weg. In het huis. Ja, dat is wat anders. En voor hun is het misschien wel crisis. Geloof ik niet. Nee. Wat zeggen ze zelf? Want mijn vrouw die doet voor een man op Beek in het Bos de was en alles. Maar daar klaagt niemand. En doet u ook niet naar hamsteren? Ik zou niet weten waarvoor. Nee, want u gelooft niet in de crisis? Nou, een klein beetje misschien wel, maar niet veel. Wat denkt u wat wel waar is? Ja, dat de mensen weiniger werken, minder werk, dat is gewoon. En dat zal zich zeker uitwijzen op de loop der tijd. Het zal er aan liggen hoe lang dat het duurt. Als het in april opgelost is, 6 april of 7 april, als weer de scholen beginnen, ja, dan is het de ergste voorbij. En dan zijn we het alweer bijna vergeten. Ja, maar ik denk niet dat het nog wat doorwerkt op de verenigingen, op de schutterijen en iets, het OLS met de dingen. Als dat maar niet de putten gaat. Nou, er is nogal wat afgelast al. Ja, dat weet ik, van alles. Maar daar laat ik mijn eigen toch niet in kennen. In gemeente Maarschouw spraken we met burgemeester Stef Strauss. Beste burgers van Maarschouw, goeiedag. Samen maken we Maarschouw, zeggen we vaak tegen elkaar. Voor mij persoonlijk heeft deze spreuk grote betekenis. Het staat voor mij voor saamhorigheid en zaken voor elkaar krijgen. Kwaliteiten die Maarschouw typeren en in deze tijd heel hard nodig zijn om samen het coronavirus, de pandemie, het hoofd te bieden. Ik leef mee met de mensen, hun families en dierbaren die door het COVID-19-virus direct of indirect zijn geraakt. De verwachting is
dat het coronavirus ons voorlopig nog in de greep houdt. Zowel landelijk, regionaal en dus ook hier in Maarschouw kan het aantal besmettingen flink oplopen. Maarschouw kent een cultuur waarbij we elkaar graag ontmoeten, samen zijn. Zo ontmoeten we elkaar in de kerk, op het sportveld, in het verenigingsleven of bij een van onze vele evenementen. Samen zitten voor ons vaak ook in de kleine dingen. Even samen een tas koffie drinken, een pilsje pakken op het terras of eenvoudigweg even bij elkaar binnenwippen. Nu moeten we voorlopig dat soort dagelijkse dingen missen. Als gemeente Maarschouw worden we daarom niet alleen door het virus zelf, maar ook in onze manier van leven flink geraakt. En dat doet pijn. En toch merk ik op dat er een sterke behoefte en verlangen is om elkaar nu warm te bejegenen. Doordat we afstand moeten nemen, is het niet altijd gemakkelijk om elkaar warm te benaderen. Maar laten we vooral kijken wat wel kan. Een praatje met de buurman op het balkon of over de heg. Een briefje of een mooie tekening in de bus van een alleenstaande ouderen. Of wellicht is het mogelijk, als u toch in de supermarkt bent, om gelijk even een boodschap mee te nemen voor de hulpbehoevende ander. We kunnen zeer nabij zijn, ook als we genoodzaakt zijn gepaste afstand te bewaren. Zoals het RIVM en de veiligheidsregio Limburg-Noord aangeven, is het besmettingsgevaar het grootst via persoonlijke nabijheid. Een van de maatregelen is dan ook om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden en lijfelijk contact te mijden. Hou vol en help uw medemens waar dat kan en verantwoord is. Mijn appel is dan ook, kijk om u heen en kijk wat u kunt doen voor de ander. Ik heb er het volste vertrouwen in dat wij samen deze crisis aankunnen. Het vraagt om inzet van elke burger, iedere ondernemer en instantie. Dus van u, van mijn collega-bestuurders, onze gemeenteraad en van mij. Om de verspreiding van het coronavirus verder tegen te gaan, heeft de gemeente Maarschouw de dienstverlening aan de burgers aangepast. Dit houdt in dat de gemeentelijke publieksbalies iedere werkdag alleen op afspraak zijn geopend van 9 tot 12 uur. Daarnaast vervalt de avondopenstelling in ieder geval tot en met 6 april. De overleggen met externe partijen op het gemeentehuis worden verzet of telefonisch of per mail afgehandeld. Maatregelen die hard nodig zijn om u en onze medewerkers te beschermen tegen de verdere verspreiding van het virus. Ik druk u op het hart om de maatregelen te volgen en hierna te blijven handelen. Maar ik zie dat u hier al massaal gehoor en invulling aan geeft. Fijn, bedankt. Houd vol, ook de komende weken. Namens het college laat ik u weten dat wij meeleven met onze zelfstandige werkgevers, groot en klein, die door de maatregelen plotseling niet meer kunnen ondernemen zoals ze gewend waren. Graag spreek ik ook mijn enorme waardering uit voor alle mensen die zich elke dag inzetten om onze gezondheid en veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Bijzondere dank gaat uit naar alle mensen die actief zijn in de zorg, maar ook de politie, het onderwijs, de brandweer en vele anderen die actief zijn in de vitale beroepsgroepen. Namens alle inwoners van Maarschouw, heel hartelijk dank. Nogmaals, alleen samen kunnen we deze crisis bezweren. Ondanks de afstand die we noodgedwongen tot elkaar moeten bewaren, moeten we er alles aan doen om dicht bij elkaar te blijven. Juist nu. Zorg goed voor uzelf en voor elkaar. Dank u wel.